Zo, nu hebben we dit allemaal bij elkaar en ik wil deze eigenlijk straks als een groep gaan bewegen, dus ik ga ze wel in een groep gooien. Ik kan dit natuurlijk allemaal met de hand nu in het juiste layer gaan doen, maar hoe doe ik dat met al die andere layers? Want ik ben erachter gekomen door mijn slappiness dat niet alles in de juiste layer zit. Nou, laten we dit eerst eventjes in een groep gooien en die groep die noem ik even Portal. Daar kom ik straks wel uit. En ook die gaat eventjes in het portal layer. Nou, ik maak alle layers onzichtbaar. En ook onzichtbaar in de Object Manager. En ik pak nu even in de Object Manager de eerste. Dat is de Hull. En als ik hem openklap, zie ik, ja, dit is allemaal niet in het layer gezet. Nou. Dan rechtsklik ik hierop en ik vraag hierom Select Children. Dan kan ik hier zeggen, even kijken hoor, waar zat hij ook weer? Add Objects to Layer onder Edit. Dit is een andere manier om erbij te komen. Ik had ook op rechts kunnen klikken en weet ik veel wat. Maar goed, ik heb deze layer. Ik kan dus ook rechtsklikken en zeggen van Add to layer hull en dan is die al helemaal goed. Goed, dan zet ik dit ding uit. Sorry, spikes. Dan pak ik alle drie die hoofdobjecten. Ik zeg hier onder objects is er ook geloof ik select. Nee, hier zit hij niet. View, edit. Hier. Select children zit ook onder edit. Boom. En dan rechtsklik, add to layer en dan spikes. Zo, poef, weg. Zo kan ik dat in één keer kan ik dat doen. Dan ga ik naar tail. Ik deselecteer even alles, hè, want je zag al die pivot point nog staan. Exact hetzelfde. Dus ik ga naar. Waar zat die nou ook weer? Ik gebruik hem niet zo vaak. Edit, select children. Rechtsklik, dan moet die naar tail en dan deze deselecteren, alles deselecteren en dan hoef ik alleen nog maar bridge te doen. Zo, al die kindertjes selecteren, select children, rechtsklik, add to layer, bridge. Nou, dan zit het allemaal in elkaar. Nou, kan ik alles weer aanzetten, alles weer visible maken. Nu zit alles in eigen layers. Dus die layers aan en uitzetten is nu veel makkelijker. Want dan gaat tenminste alles mee, ook de kindertjes. En dan weet je tenminste zeker dat het goed komt. Nou, dit was een heel kort tutorialtje. Ik ga hier nog even. Shit, ik ben de neus vergeten. Nee, nou, dat doen we dan nog even snel. Een cilinder. En die cilinder, daar zet ik de caps van uit, die heb ik toch niet nodig. En ik zet hem even over de z-min. Huh? Ja, hij zit hier aan de binnenkant. Kijk. Wow, die is veel te groot. Eventjes terug scalen. En even vanaf de zijkant. Even positioneren. Ik ga hem gewoon recht doen hoor, want hij staat hier een beetje scheef, maar dat vind ik een beetje onzin. Even kijken. Hier, dit mag wat smaller en dat mag wat langer. Zo, huppeta. En ik zet hem hier gewoon zo, poef, aan de voorkant. Blijft nog een gat zitten natuurlijk. Dan doe ik wel een ringetje op of zo. Oh nee, wacht. Hier, ik pak nog een cilinder. Daarvan zet ik de caps aan. En dan maak ik die gewoon een stuk kleiner. Sorry, ik moet hem alleen even over de lengte. Zo, dan wordt het een soort kort buisje. En die zet ik dan even zo. Zo. En die zet ik hier neer. Zo, huppakee. Zo, dan is het gat gedicht. Zo ongeveer. En hier op de voorkant zet ik een cone. En die cone die maak ik ook z min. En even op de H drukken. Waar staat dat ding? Daar.
En die even op de O, die zet ik dan op zijn plek. En dan maak ik hem een heel stuk kleiner. Zoiets. Even een stuk terug. En dit is good enough hoor. En die cone die kan ik namelijk ook bij de caps. En dan denk je van, oh, je wil een top en een bottom. Wil je een fillet hebben? Nou, die bottom die doet hij wel, maar die... En dat komt omdat hij namelijk geen radius heeft aan de bovenkant. Kijk, nu doet hij het wel. Yay. Nou, fantastisch. Good enough. Dit is wat het is. Als ik die drie eventjes in een groep gooi. En hem even op zijn plek zet. Zo, ietsje zo. Zo. Dan is het helemaal prima.